rekken, is het nuttig? Steek eens je hand op als je hebt gevonden dat rekken nuttig is. Ah, kijk. 1, 2, 3. Waarom zou het nuttig zijn, Guus? Lees het nog eens, want ik kan geloof niet dat ik helemaal kan volgen wat je bedoelt. Ja, het komt gewoon op neer dat het helpt te schermen tegen de spieren, tegen overbelasting. Tegen overbelasting. Heb je ook gevonden hoe dan? Want daar ben ik dan eigenlijk wel ook benieuwd. Ja, 3 à 4 slagen. 3 à 4 slagen. Neem nog heel even tijd, dan komen we zo terug. Kerkko. Ligt eraan wanneer je het doet. Wat heb je gevonden? Wanneer zou het dan wel nuttig zijn? Want jij zit even nu in het jaarkamp. Ja, rekken moet je doen. Maar ligt eraan wanneer? Vertel. Bij warming up. Warming up. Waarom? Omdat je spieren dan... je spieren worden klaargemaakt voor de inspanning. Klaargemaakt voor de inspanning. Heb je ook... Hoe worden ze klaargemaakt voor de inspanning? Op deze manier worden ze klaargemaakt voor de inspanning en je bloed toevoegen. Dat wil zeggen, op het moment dat je je warming-up gaat doen, hè, dan ga je meestal hardlopen of weer iets doen, een rondje lopen of weet ik veel wat je normaal aan gaat pakken. En dat doe je om ervoor te zorgen dat het bloed in de spieren komt. En rekken kan daarin ondersteunen. Hè? Want wat we net al zeiden, op het moment dat je gaat rekken, dat zorgt ervoor dat er meer bloed naartoe komt. Dus ja, een rekoefening kan... In de warming-up kan het bijdragen aan meer bloed toevoer naar je spier. Maar dat was eigenlijk hetgene wat jij daar straks ook al gezegd had. Hè? Ja. Ja, dus dat klopt. Dus nog een jaar, iemand uit het jaarkamp. Ja, rekken moet. Ze zeggen eigenlijk, hier is ook alweer, dat het blessures niet voorkomt en de status ook niet hoeft te verbeteren. Ja? Maar het heeft wel een aantal voordelen als je gaat rekken. En welke voordelen zijn dat dan? Heb je hem gehoord, Laura? Wat zei hij nou? Geen idee. Geef me toe. Weet je niet. Je weet het niet. Ja? Zeg nog even, want dan weet Laura het ook. Ja, zodra je gaat rekken en strekken, heb je steeds kans om een blessure te krijgen. En heeft ook nog geen zekerheid dat je prestatie verbetert. Dan zijn de voordelen aanwezig bij het rekken en strekken. Oké, dus je wordt er niet beter van, je voorkomt geen blessures, maar er zijn wel een aantal voordelen. En die heb jij, of niet? Heb je die gevonden? Of die noemen ze dan weer niet op? Ja, die zijn een beetje in de klas ook genoemd. Ja, het geeft je een moment van concentratie. Ja? Je voelt de spieren aan, bloedtoevoer. Rekken na afloop kan spierpijn verminderen. Ja? Wie weet wat spierpijn is? Wanneer doe je de spierpijn op? Wanneer maak je het kapot? Ja, rekken gaat geen spierpijn tegen. 0,00000% kans dat het gaat gebeuren. Want die spierpijn is hele kleine haarscheurtjes in je spier. Dat is het. Je spieren zijn kapot gemaakt. Ze hebben te veel gedaan. En dat ga je met rekken, ga je dat niet meer beter maken. Dat is al gebeurd. Dat is al gedaan. Ja. Dat ontkracht ik bij deze. Dat kan Damien straks lezen. Dit moet je de site op. Ja. Welke site is het? Staat de link boven in Fit of niet? Nee. Nou, dan is het. Jawel. Ja, heeft hij die site? Nee, je kan meer dan sites. Oh, ja. Kan rekken spierpijn voorkomen? Ja, rekken voorkomt spierpijn. Wat doet het dan? Maar niet dynamisch. Ja, moet je mij helpen? De camera loopt, hè? Dus dat mag wel verder. Nou,
Het is zo, als ik ervoor niet ga rekken na een land. Dat zelfs de bondscoach, meneer Kruijsen, bondscoach van Wit-Rusland, zelfs die heeft niet door dat rekken niks helpt met spierpijn. Staat op de camera nu. Ja. Heeft helemaal geen enkel met die spieren, die zijn al kapot. En het enige wat er voor nodig is, is tijd. En rustig gewoon zorgen dat er bloed blijft komen. Dus de dag daarna, ook al heb je spierpijn, nooit denk ik, ik ben een trainer, ik heb spierpijn, gewoon rustig, een beetje gaan hardlopen, een beetje gaan fietsen, bloed erin. Bloed is zuurstof, bloed is herstel, en dan kom je van je spierpijn af. Maar als een plank op bed gaan liggen, gaat het niet beter. Maar als je spierpijn hebt, dan moet je gewoon 2 avonden. Zeker weten, zeker weten. Dat zeg ik altijd, de dag daarna, gewoon rustig gaan, heel rustig gaan hardlopen, lage hartslag. Bloed te laten circuleren. Maar goed, daarbij. Het nee kan. Want we hebben nu. Oh, we hebben nog iets voor het ja? Ja. Want we hebben wel voor een maximale inspanning moeten bieden. Omdat je kort voor een maximale inspanning. Dus als je een topwedstrijd wil hebben, dan zit je niet kort. Oké. Hebben jullie, zien jullie allemaal wel eens een 100 meter sprint? Daphne Schippers, hebben jullie wel eens een 100 meter sprint? Met de startblokken en zo, dat soort dingen allemaal zien doen? Ja. Wat doen die altijd? Dan worden ze voorgesteld, staan ze met de handen. Wat doen ze dan? Springen. Wat brengen ze daarmee in de spieren? Spanning. Spanning. En wat doen ze vervolgens allemaal? Rekken. Dan gaan ze vervolgens allemaal weer zo staan. Hop, spanning, deur uit. En wat zeg jij? Zeg nog eens even een zin, hè? Zeg nog eens even wat je net zei. Niet doen, kort voor een topprestatie. Dus wie stuurt er een mail naar Daphne Schippers? Niet meer doen. Ook gewoon niet doen. Nee, wel bal als je dat doet. Ja, dan heb je wel bal als je dat doet. Ook gewoon op de Facebookpagina. Hé, hey, ik heb net kappen mee. Heeft geen zin. Heeft het ook echt niet. Heeft het ook echt niet. Yes, het nee-kamp. Nu gaan we los. Van nu komen er heel veel antwoorden. Waarom heeft rekken geen zin? Wie gaat er iets vertellen? Dan heeft ja gewonnen. Dan gaan we vanaf nu allemaal rekken. Waarom niet? Wordt je spier langer bij rekken? Blijft die ook langer? Nee. Weet je wat er gebeurt als je gaat rekken? Je verlegt je pijngrens. Dat doe je. Dat is het enige wat je doet. Als ik jou namelijk toen 10 jaar geleden, stel dat je toen begon met turnen, in een split had gezet, dan zei je vanaf dit punt, auw, auw. En wat zeiden ze? Een stukje verder. Ontspannen. Laat de pijn maar komen. Ja, nou, dan raak je gewend aan de pijn en de training daarna. Een stukje verder. En het enige wat je dus doet met rekken, is je pijngrens gewoon verleggen. Want als je echt gaat rekken, dan doet dat zeer. Want jouw spieren zeggen, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. En dan komt er een gevaar, dat doen ze bij aardige sporten, vechtsporten doen ze dat ook. Dan komt er iemand aan en die gaat er nog op liggen duwen. Die mensen die moeten ze opsluiten. Want wat gebeurt er? Jouw lichaam zegt, ik heb pijn. Dat doet het niet voor niks. En waarom niet? Die harkjes die staan hier. Jouw spier staat op scheuren. En vervolgens zegt iemand, we gaan toch nog iets verder. Spierscheuring. Dank je de koekoek en daar ga je dan. En bij turnen wordt er ook heel veel gedaan. Hè? Ik heb een keer een training van Femke Konings bij Dynamo gezien. En die meisjes die moesten daar gaan zitten. En dan liepen twee van die vrouwen liepen daar rond. En die zaten dan een stukje verder. Zoek! En die duwden dan ook een stukje verder. Ja, en het is... Oh, het is het slechtste wat je kan doen. En waarom? Jouw lichaam voelt de pijn. En die pijn die is er niet voor niks. Die is er niet voor niks. Jouw lichaam zegt, doe het niet, doe het niet, doe het niet. En vervolgens komt iemand en die doet het toch. Jouw lichaam, wat doet jouw spier als die op wordt gerekt? Die zegt, ik wil het niet. Die gaat zich alleen maar aanspannen. Dus die wil eigenlijk zeggen, ik wil terug, ik wil terug, ik wil terug. En vervolgens gaat er iemand zeggen, nee, je moet de andere kant op. Ja, dat gaat toch kapot. Dat is toch gewoon een kwestie van geduld.
Dus als je wil rekken, top, maar doe het zelf. Neem er de tijd voor. Wet van de overload. Plant hem er maar in. Wet van de supercompensatie. Plant hem er maar in. Neem er de tijd voor. Stap voor stap opbouwen. Dan kom je er wel. Het hoeft allemaal niet binnen een week. Nergens voor nodig. Is lenigheid goed? Is het functioneel? Kun je er iets mee met lenigheid? Wat is het antwoord? Ja. Waar moet je naar kijken?